een beetje vies weer vandaag, dus ik zit lekker achter de laptop. En ik maak een nieuwsbrief voor vrienden van onze boerderij. We hebben ook een Facebookpagina. Nou, daar zet ik af en toe een keer een berichtje op of een fotootje wat we leuk vinden. Maar de nieuwsbrief die sturen we misschien 3-4 keer in het jaar. En dat doen we vooral wanneer er een koe naar de slager gaat. En dan schrijf ik even op wat we zo al aan nieuwtjes hebben. En kunnen mensen zich aanmelden voor een vleespakket. Ik denk dat we al wel 15 jaar vlees verkopen hier bij ons aan huis. We hebben geen winkeltje. Alles gaat bij ons op afspraak. Hey, kom je doen? Ik vind het leuk weer. Het was heel erg gezellig als mensen hier komen. Om vlees te halen. Buiten coronatijd komen mensen hier gewoon gezellig aan tafel. Drinken even een kopje koffie, we kletsen even bij. Sommige mensen rijden echt kilometers hier naartoe. Sommigen hebben hun eigen speciale diepvries voor aangeschaft. Nou, in deze tijd zal het vast anders gaan. Ik denk niet dat we mensen hier in huis kunnen uitnodigen en lekker koffie kunnen drinken met elkaar om vlees te verkopen. Maar ik denk dat we een soort van drive-in moeten gaan doen. Dus een drive-in bij de boerin. En dat mensen hier langs kunnen rijden en hun bestelling kunnen afhalen. Dus ik denk dat we dat zo gaan doen. Dus je moet wel verzinnen, toch? Jij vindt de nieuwsbrief maken stom, hè? Ja. Vind niks aan. Jij wil even buiten werken. Ja? Zullen we buiten gaan werken? Ja, hè? Gaan we doen. Volgens mij heb jij vannacht niet in het hok geslapen. Zeg maar, ik ben een boef. Ja, ik was op ontdekkingstocht. Hè? Ja. Zeg het maar. Heb je helemaal niks meer te zeggen? Ja! Ik vind het altijd wel een van de leukste momenten om eieren te rapen. Joehoe! Helpt nog eventjes mee met de klussen vandaag. Keiharde kinderarbeid.